Sommige mensen hebben hebben kinderen en ik niet. Sommige mensen hebben huisdieren en ik niet. Ik heb een telescoop. Je trekt je een soort van terug om te gaan observeren, om waar te gaan nemen. Je hebt nu nog zo'n stukje Mars in de handen. Het is allemaal bij iedereen bij zo'n ding begonnen. Soms een beetje kleiner dan deze. Maar met je verwonderen over het heelal en wat er allemaal niet in te zien is. As a teenager, Martin Butter and his friends were given keys to the Leiden Observatory because they couldn't get enough of stargazing. 30 years on, Butter, who now works in television, visits four friends from his youth. Dit zijn eigenlijk kleine tijdcapsules, hè? Dit vertelt je iets over de hele vroege vorming van ons zonnestelsel. To see what they're doing now. Het groene hart. Dat wordt nat. Daar kan je bijna niet onderuit. And what they've learned about the universe. Als we de afstanden tot de sterren die we zien goed kennen, hoe beter we kunnen verklaren wat we zien. A film about science. Er mist iets, ja. En dat is dus een kans om een grote ontdekking te doen. Exploration. Dit zie je niet met een telescoop. Nee. Dat is eigenlijk een van de frustraties van het visueel waarnemen. Friendship. Nou, we beginnen met de maan. Huh? We beginnen met de maan. Die kunnen we nog wel. And the never-ending allure of discovering what it all means. Tot stof zult gij wederkeren. Ja. Uiteindelijk wordt het allemaal geruisd. Ja.